Dit klein trutje hier. Altijd eten mee. Kei veel. Het is oké, okay, hè? Het is oké. Okay. Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Ik ben net wakker. Het is 11 uur. Ik was om 10 uur wakker. Ik was echt wel moe van gisteren, amai. Dus ik dacht, blijf iets langer liggen. Ik ga straks naar Céline. Dus ik ga me klaarmaken, eten en dan ga ik richting Céline vertrekken. Dierenziekenhuis, Casa. Loopt van welke huis, hè? Ah. Milky krijgt nog altijd de pilletjes, ik denk nog 4 dagen voor de blaasontsteking. Allee, de pilletjes, de Metacam. En Muffin krijgt neusdruppeltjes, omdat, zoals jullie weten uit vorige vlogs, de hele binnenkant van zijn neus is eigenlijk... van haar neus is helemaal kapot, helemaal weg. Die heeft geen trilhaartjes, geen tussenstukje, niks. Dus dat betekent dat hij permanente niesziekte heeft. Heeft hij opgelopen bij de broodvak, waar ik die ben gaan weghalen. Dus dan krijgt hij druppeltjes om alles losser te maken. En hij heeft sinds 4 dagen zo'n heel etterig oogje. Dus geef ik ook nu 3 dagjes ongeveer... Metacam voor de ontsteking, dus dat de ontsteking aan zijn oogje misschien weggaat. Want ik merk ook dat hem veel meer snottert. Dat is geen goed teken. Klaar om te vertrekken naar Céline. Ik heb mijn haren niet gedaan, want die waren best nog wel oké. Okay. Ik heb geen goesting om die te doen. Dus ik ga ze zo laten. Ik heb een nieuwe trui aan van onze collectie. Die is heel zacht. Lichtblauwe kleur. Echt super mooi, vind ik. En dan heb ik een broek aan van de nieuwe look. Gewoon een grijze skinny. En ik denk dat ik de witte parelsneaker ga aandoen. Ook van de collectie. En het huis hier is zo... rommelig en vuil. Ziet dat hier. En ziet de katten. Oh wel. Mogen jullie daarop zitten? Hè? Mogen jullie dat wel? Is dat toegestaan? Op de tafel. Ik dacht het niet eigenlijk, hè? Hè? Kijk, hier ziet je trouwens Muffin zijn oogje. Haar oogje. Even kijken naar hier. Ja, je ziet het wel, hè. Ja, ga er maar af. Dat is flink. Shelly? Shelly? Schmelly? Schmellieke, je mag niet op de tafel, hè. Als ik straks terug ben, want ik wil ook nog langs mijn ouders gaan, anders zie ik die deze week weer niet. Dus als ik straks terug ben, ga ik... hier is alles opruimen. Het is nodig. Maar de nieuwe collectie is echt al heel veel sold out. Er komt ook nog wel wat online. Meer naar het einde van deze week, denk ik. Maar kijk, dit. Sky Vela. En we hebben nieuwe verpakkingen. Roze. Woehoe. Ik ben terug thuis. Ik was nog even... Sorry, ik ben heel donker nu.
Maar ik was nog even pasta gaan eten bij mijn ouders. Want ik had die al even weer niet meer gezien. En Sam is bij zijn ouders momenteel. Moest ons even in twee splitsen. Want anders had ik gewoon geen tijd meer deze week om naar mijn ouders te gaan. Ik had mijn ouders al lang niet meer gezien. Allee, al langer dan dat ik Sam zijn ouders nog heb gezien, zal ik het zo zeggen. Dus ik dacht, dan ga ik nog eens naar mijn ouders gaan. En nu ga ik... Ik heb net de tafel wat opgeruimd. En nu ga ik hier opruimen en stofzuigen. Want deze kleine trutje, dit klein trutje hier, heeft de zand uit de plant gehaald. Oh. Dus dan ga ik even opruimen nu. En de gordijnen te doen. En dan even stofzuigen nog. En dan ga ik monteren en zo. En dan tv kijken. Het is nu 8:30. Nog even tijd. Eerst ook even eten uitpakken. Mijn papa en mama geven mij altijd eten mee. Als ik daar ben geweest. Nog iemand zijn ouders daar. Dat is wel kei lief, want dan kan ik dan morgenmiddag eten. Nu ik toch bezig ben, ga ik ook maar snel even de wc-kuisen. Ook poetsen. Met nat, denk ik. Dat is ook ineens gebeurd, hè. Next up is kattensalonneke. Ik ga de katten hun ogen zuiver maken. Echt zo'n interessante dag uit mijn leven. Maar ik ben heel dag bij Celine geweest om te werken voor de nieuwe collectie. Ik heb er echt niks gefilmd, denk ik. Niet dat ik me herinner, want we zijn echt hele dagen bezig geweest. Dus ja. Nee, muffin. Poging 2 zegt. Next up is Schmeldon. Schmellieke? Eens kijken. Jij bent vuil, zeg. Hè? Flink, hè? Goed zo. Goed zo. Shelly is ook helemaal proper. Helemaal proper. Nog één iemand. Milky is een beurt. En Milky heeft de kaksken uit de gat. Flink, het is al gedaan. Het is al gedaan. Ik probeer echt Milky zijn. Milky is langharig, dus rond zijn kont probeer ik dat echt zo wel wat kort te knippen. Omdat er anders soms wel eens kaka blijft aanhangen. En dat vinden we niet leuk, hè, Milks? Nee, hè? Ook dat hoort erbij. Bij diertjes en huisdiertjes. Hè, Milky? Milky is ook de vuilste, hè. Vuilste van de drie. Maar dat is logisch, hè. Persjes die hebben heel vaak vuile oogjes. Voilà. Flinky. Flinke Milky. Kijk.
Kijk eens hoe proper ze nu zijn. Hè? Hoe proper ze allemaal zijn. Hey. Mooi hè, flink gedaan. Er zijn er echt heel veel van jullie die vragen welk ras dat mijn katjes zijn, omdat ze er zelf ook willen. Sheldon. Shelly. Tot deze hier. Sheldon. Is een exotic short hair. Dat is wel een speciale ras, dat komt niet zoveel voor denk ik in België. En dan heb je Muffin, de grijze, dat is een Britse korthaar, dat komt wel best veel voor. En dan heb je Milky, de witte langharige. En dat is een Perzische kat. Het zijn alle drie raskatten. Maar voor jullie denken, oh ik ga ook een katje kopen ofzo. Ja, ten eerste, ze kosten wel redelijk wat, maar die van mij gaan ook wel echt niet buiten. Die zijn heel rustig. Echt hele rustige katten trekken heel goed hun plan en zo. Dat is wel vaak bij raskatten. Dat is het verschil wel een beetje met een raskat en een straatkat. Want een raskat is echt wel kalm en is eigenlijk echt gemaakt om binnen te zitten. Maar de katjes vragen wel veel werk natuurlijk. Het is niet als je een diertje in huis haalt dat het geen werk is of zo, of dat je denkt, wow, ik haal het kattenhuis. Zoals jullie ook zien, Milky heeft nu een blaasontsteking, dus die medicijntjes, Muffin, ja, daar worstel ik al zolang ik die heb mee. En ik heb Muffin een jaar en 2 maanden, denk ik, nu. Maar die was heel ziek. Muffin is een speciaal gevalletje. Die krijgt neusdruppeltjes en momenteel ook wel medicijntje, even ontstekingsremmer, omdat hij zo etter aan haar oogje heeft. En dan, ja, voor de rest is het heel veel werk, want ze moeten, de oogjes moeten goed zuiver gehouden worden. Nu, met een Britse korthaar, zo'n grijze zoals Muffin, is dat normaal eigenlijk niet echt nodig. Maar omdat Muffin, ja, dat probleem heeft met zijn neus, tranen, zijn oogjes vaak. Dus daarom moet dat met Muffin ook soms gebeuren. En Milky en Sheldon moeten bijna dagelijks hun oogjes gepoetst krijgen. Moet ik bijna dagelijks, Sam of ik, de oogjes poetsen. Omdat die eigenlijk een iets plattere snuit hebben. Zo'n beetje naar binnen. Dus dat betekent dat die veel meer tranen. En dat zijn zo, ja, dat zijn bruine tranen. Ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. Maar alleszins, die hun oogjes moeten toch wel echt bijna dagelijks schoongehouden worden. En dan kammen, want ik moet ook wel de katjes kammen. Sheldon kammen we maar heel soms. En die wassen we ook 1 keer in het jaar, denk ik. Want die laat dat goed toe. En die kammen we dan ook wel eens, omdat er toch wel zo onderin wat dik haar blijft zitten. Maar die verliest over het algemeen niet veel haar. Muffin, daar moet je niks aan, moeten we niks aan doen. Je kunt natuurlijk je kat wel wassen, maar ik denk niet dat Muffin dat graag heeft. Dus het is niet nodig. Ze onderhouden hun eigen wel ook heel goed. En die komen niet buiten, dus dat is wel oké. En dan heb je Milky, een langharige Perzische. Dat is een heel ander verhaal. Die moet heel goed gekamd worden, dagelijks. Als wij op vakantie zijn of weg zijn, dan laat hij dat niet doen door iemand anders. Alleen ik mag dat doen en dan nog wordt hij soms kwaad. Dus wat betekent dat hij momenteel redelijk wat klitten heeft. Vooral op zijn buik, tussen zijn pootjes ook. Moet ik binnenkort nog eens laten gaan scheren. Ik heb Milky denk ik 3 of 4 keer al laten scheren. Omdat, ja, dat is toch langharig en dat klit heel snel samen. Plus, wat ook is, zoals ik daar straks zei, als hij kaka doet en zijn haar van achter wordt te lang, dan kan het wel eens zijn dat dat er aan gaat hangen. En dat is minder proper natuurlijk. En die krijgt dat er zelf niet af. Dus is het altijd wel leuk als Milky een beetje proper is, zeker van achter aan zijn poep. Dat hou ik wel altijd bij. En ik knip ook altijd de nageltjes 1 keer in de maand van alle katjes. Want dat is ook wel nodig, anders gaan die echt wel zo zitten krabben aan de zetel en zo. Ook al hebben die een krabpaal.
Maar er moet wel eens af en toe geknipt worden, want anders vinden die dat zelf ambetant dat die te lang zijn. En daarom gaan die dus krabben aan verschillende dingen. Dus dat doen we ook. Dus ja, het is wel toch wat werk. Katjes hebben, maar het is wel fijn. Ik krijg er heel veel liefde van. Ik hou echt van mijn katten. Ik zou ze niet meer kunnen missen. Ik heb Sheldon natuurlijk wel 2 jaar moeten missen. Hé Shelly, 2 jaar van uw leven gemist, hè? Hè? Nou, hij gaat weg. Maar ik ben heel blij dat ik Sheldon ook terug heb. En Sam natuurlijk. Maar Sam is geen kat. Dus ik weet niet waarom ik dat zeg. Maar alleszins, dat wil ik even allemaal vertellen en een beetje laten zien. Omdat ik weet dat heel veel van jullie erachter hebben gevraagd of ik zo meer info over mijn katten kan geven en al. En als er veel werk aan is en zo. En heel veel van jullie vragen ook wat we ermee doen als we op vakantie zijn. Als we kort weg zijn, dan komen Sam zijn ouders of mijn ouders. Als we lang weg zijn, nu met Pasen gaan we 2 weken weg, dan denk ik dat we een cat sitter aan huis gaan halen. We kennen wel iemand die dat doet. Dus ik denk dat we die dan gaan vragen. En eerst gingen ze eigenlijk altijd op hotel. Sheldon en Milky gingen altijd op hotel vroeger, op kattenhotel. Bij Chez Chopin in Molenstede. Echt het beste kattenhotel ooit. Ik ben er bij nog geweest, maar die zijn echt niet normaal hoe die voor de katten zorgen. Dus dat is wel een aanrader. En ja, ze kunnen nu niet meer op kattenhotel omdat Muffin eigenlijk die nieziekte heeft. Gewoon continu en dat stopt niet. Het is ook zo zielig om Muffin dan niet op hotel te doen en die ergens te moeten brengen. En de andere 2 wel samen op hotel. Dus ik denk dat we voor een cat sitter gaan. Dus hopelijk zijn daarmee al jullie vragen beantwoord in deze katvlog. Ik ga de vlog afsluiten voor vandaag. Ik weet dat het niet zo'n super interessante vlog geweest zal zijn. Want ik ben vooral heel veel bezig geweest met Totally Too vandaag. Maar hopelijk vonden jullie deze vlog toch leuk. Ik ga de vlog ook zonder Sam afsluiten. Want die is nog altijd bij zijn ouders en het is bijna 10 uur. Dus ik wil beginnen monteren. Want dat wil ik ook nog doen nu. Hopelijk vonden jullie het een leuke vlog. Dus zeker thumbs up. Laat ook zeker een leuke comment na. Want we beantwoorden die altijd. En dan zien we jullie morgen. En ik zie jullie ook morgen.